Ik ben in dat vak gekomen. Eigenlijk zo'n beetje in de wieg was ik er al toe voorbestemd. Want ik ben de vierde generatie al die hiermee bezig is. Mijn vader is heel vroeg overleden, toen was ik 16. Ja, er was er eigenlijk maar één. Dat ging eigenlijk vanzelfsprekend, ik zou dat maar verder moeten doen. Het knoopje moet wel buiten blijven. En dat is nog uit een oud. Ik kom uit een kantoorboekenbinderij en daar moesten knoopjes altijd buiten. Want als een knoopje binnen zat, dan konden ze dat losprutsen en dan kunnen ze er een vel uithalen en kunnen ze frauderen. Er zijn een aantal dingen in het vak die ik leuk vind. Dat papier maken heb ik heel lang gedaan. Dat vind ik heel leuk, gemarmerd papier maken. Dat is met allerlei kleuren en dingen werken. En dat is, ja, dat is gewoon vrolijk, fris en fruitig werk. Ik heb het meeste dat ik geleerd heb van dit vak, heb ik geleerd op school. Want er waren wel een paar oude, ik kan me nog wel herinneren, wat oude binders. Waar ik wel wat van geleerd heb en waar ik later ook wel veel van geleerd heb. Maar dus echt dat hele fraaie bindwerk werd bijna niet gemaakt. Als je in de 60 en de 70 jaren zei dat je handboekbinder was, hè, dan keken de mensen je toch een beetje meewarig aan, zo met zo'n gezicht van nou, ja, die jongen die is 50 jaar te laat geboren. Die hoort niet meer in deze tijd. Dat is in de jaren 80 en 90 is dat heel erg veranderd. Is er waardering gekomen voor handwerk en is er ook een tijd gekomen dat die waardering ook in geld uitgedrukt werd. Ik doe heel graag vergulden. Daar ben ik ook wel heel bekwaam in, al zeg ik dat zelf. Ik geef daar ook les in Stuttgart en nou sinds kort ook in München. Ik maak ook graag hele mooie kartonages. Hele leuke, ingewikkelde dozen of ronde dingen. Ik werk heel graag met leer. Als iemand een boek niet in leer gebonden wil, dan moet hij gewoon naar een ander gaan. Vreemdsoortige attributen komen op tafel. 0,4, ja. En één keer goed. Ik zie wel, voor jou blijft ook niks verborgen, hè? Nee. Voor dit is zo'n 90 graden net niet. Kijk zo, dat is dan vrij vlug weg. Zie je? Kijk, en dan kan ik zo daar. Een dun lijntje opzetten. Dat ziet er heel dramatisch uit, maar dat is het niet. Het mooiste is als ze wel een beetje vierkant zijn, hè? Althans rechthoekig. En hoe mooier strak die vierkantjes zijn, hoe strakker zo'n rug eruit ziet natuurlijk, hè? Maar dat is natuurlijk sowieso wel duidelijk.
teruggevonden. Wonderolie is dat. En daardoor plakt dat goud aan die rol. Dan zul je direct al zien dat er een enorme verspilling van goud is, wat ik nou aan het doen ben. Want van zo'n strookje wordt alleen de dikte van die lijn gebruikt. Dat was dus te kort. Ik was er al een beetje bang voor. Vergulden is gewoon, daar komt een heel grote mate, een hoge mate van vakmanschap bij kijken. En ook, daar moet je ook een beetje gevoel voor smaak en stijl hebben. Want je kunt natuurlijk niet op een 17e eeuwse boek met een jugendstil lettertype een titel zetten. Daarbij, als je dan zo'n vak hebt en zo'n bedrijfje hebt, moet je ook wat van de pecunia weten. Dat je toch ook een beetje zakelijk bent en dat je dus je boel kunt verkopen en dat je dus ook... Ja, dat je de kost verdient. En dat is natuurlijk altijd, ik moet zeggen, dat is best wel aardig gelukt. Ik ben er niet rijk van geworden, hoor. Van de ambacht word je nooit rijk. Maar ik heb er altijd goed van kunnen doen.